Zes maanden geleden heb ik door middel van een videopitch het nieuwe ledingsysteem van Okenos aangekondigd. Het belangrijkste doel daarbij was om geen Excel-lijsten meer te hoeven gebruiken. En een aantal grote voordelen daarvan zijn dat er koppelingen gemaakt kunnen worden met onze andere IT-systemen. Zo hebben we onlangs een nieuwe website geïntroduceerd waar leden op kunnen inloggen. En op het moment dat ze op de inlogknop klikken, worden ze geredirect naar het nieuwe ledensysteem waarbij ze met hun credentials inloggen en zo in hun eigen omgeving op de website terechtkomen. Het koppelen met het ledensysteem geeft ons ook allerlei data die we kunnen verwerken in dashboards. Zo hebben we een nieuw dashboard ontwikkeld waar we allerlei data over de borrels en de transacties die op dat moment gedaan worden real-time kunnen weergeven. We kunnen bijvoorbeeld zien van welke universiteit leden zijn, of het oud-leden zijn, of huidig leden. En daarnaast is er een koppeling gemaakt met de KNB die allerlei roeigegevens laat zien. Zo kunnen we zien wie met wie in de boot gestart heeft, welke coaches er toen waren, wanneer er het meest geblikt is. En met al deze data kunnen we in de toekomst een heleboel moois gaan doen en kunnen we ook Okenos nog beter maken. Daarnaast is het werk van mijn opvolger een stuk makkelijker geworden. Zoals ik al zei, zullen er geen Excel-lijsten meer zijn. En zodra mensen zich inschrijven via onze introductiewebsite, komen ze automatisch in een dashboard terecht, wat aan het einde van de afroeiperiode in één keer geïmplementeerd kan worden in het nieuwe ledensysteem. Ook kunnen leden in de toekomst straks hun eigen gegevens real-time inzien en beheren. Daar zijn we momenteel nog mee bezig om dat mogelijk te maken. Maar al met al denk ik dat we een heel mooi nieuw systeem hebben neergezet en dat we hiermee goed aantonen waarom we zelf een systeem bouwen en niet een systeem hebben gekocht.